Danny, 14 september de laatste keer en nu tegen Twente. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Voor mij was het nog langer geleden omdat ik tegen Groningen niet meedeed. Dus we speelden Utrecht uit, toen was het 35 graden volgens mij. En nu is het min 3 voor mijn gevoel, dus ja, er zit veel tijd tussen. En ja, je ziet gewoon dat iedereen daarna snakte en ik zelf ook. Ik heb weken voor de camera gestaan met een rot gevoel en nu... kijk eens, top. Thanks. En nu sta je hier... Na een overwinning eindelijk weer. En ja, dat is gewoon heerlijk. En ja, dat is ook enige remedie voor in een team dat het weer leuk wordt om naar de club te gaan. Gewoon winnen. En maakt niet uit hoe. En vandaag hebben we keihard gestreden. En ja, ik ben gewoon heel blij. Schrijf de laatste 2 weken eens. Had je het gevoel na Heracles uit dat er echt iets moest gebeuren? Ja, er moest iets gebeuren. Kijk, dan wil ik niet zeggen de trainer moet eruit. Maar je merkt dan gewoon in de groep dat het gewoon lamlendig is. We komen er niet uit. Zoveel tegenslagen. En dan moet er iets gebeuren. En ja, dat weet je bij voetbalclubs, dan gaat de trainer uit. Dat was voor mij ook nieuw. Hier natuurlijk heel veel mooie jaren gehad. En dan begin je nu eigenlijk met zo'n rotjaar. Dus dat was vervelend. Ja, wat ik zeg, hele vervelende weken achter de rug. Met een rotgevoel naar de club. Je verliest alleen maar. En je wilt toch de mensen brengen wat je de laatste jaren hebt gebracht. En dan nu, na zo'n overwinning, dan voelt dat gewoon als een opluchting. Maar we zijn er nog lang niet. Maar wat ik vandaag heb gezien is in ieder geval dat vechten weer voor elkaar. Er kan een zat misgaan en we zullen vast nog wel een keer verliezen. Alleen als we dit kunnen opbrengen om voor elkaar te vechten, dan heb ik er wel vertrouwen in. Want wat we vandaag zeggen, hebben we eigenlijk het hele seizoen nog niet gezien. Moet ik ook zeggen dat het een beetje nu meestal met scoren verloopt. We zijn de laatste tijd ook wel heel vaak achtergekomen. En dan kom je er natuurlijk ook... in die sleur van die negatieve spiraal. En nu kan je er toch voor vechten om die voorsprong vast te houden. We hebben nooit eigenlijk een voorsprong. We waren al tegen die achterstand aan het vechten. En dit was meer wat ons lag en wat we ook vaak gedaan hebben. En dan krijg je ook vertrouwen in het verdedigen. En dan gaat die laatste bal er ook niet in. Dat is dan ook lekker. En zelf had je ook nog wel wat kansjes kunnen maken. De eerste helft ook. En de tweede helft nog met Opoku. En gewoon een heerlijke avond. Hoe is de sfeer nu binnen? Dat moet toch een geweldig gevoel geven, weer 3 punten. Ja, je merkt gewoon tenminste opluchting, weet je. Ook gewoon heel blijdschap. Het is lang geleden, je weet bijna niet meer hoe het voelt om te winnen. En ja, dat is gewoon weer lekker om dan te vieren. De trainer heeft net gelijk wat gezegd in de kleedkamer en dat is goed. En nu moeten we door. Ook gezegd dat het nu een positief iets is natuurlijk dat je hier wint. Maar dat we ook weer verder moeten kijken. We zijn er nog lang niet. Er komt een hele belangrijke fase aan. PEC en Emmen komen nog op bezoek. Dus er kan nog heel veel gebeuren voor de winter. Ja, zeker. En kijk, als je dit als uitgangspunt neemt qua werklust en voor elkaar werken, dan heb ik er alle vertrouwen in. En dat is het positieve vooral vanavond. Zeker natuurlijk de 3 punten, maar ook gewoon wat je gezien hebt. Een lekker gevoel naar huis nu. Ja, ik ga nog niet naar huis. Thanks.